Fleur Jong, Marlene van Gansewinkel, we doen dit als duo-interview eventjes met jullie. Jullie zijn alle twee genomineerd als sportvrouw van Amsterdam. We doen dit interview in de krachtruimte in Sportcentrum Ook Meer, of de Olympic Gym eigenlijk. Eerste vraag aan jullie beiden. Marlene, ik begin eventjes bij jou. Hoe trots ben je erop dat je genomineerd bent als sportvrouw van Amsterdam? Ja, onwijs trots natuurlijk. Het is heel leuk dat je soort van je prestaties worden erkend en dat je dus echt een mooie categorie zoals sportvrouw is. Oké, okay. Fleur, hoe kijk jij terug op je nominatie? Hoe trots ben jij? Ja, natuurlijk heel trots. Ik bedoel, titels winnen is één, maar daarna toch een soort van waardering krijgen van de stad waar je elke dag zo hard aan het werk bent, dat is misschien nog wel mooier. Oké, okay. En hoe kijken jullie tegen het feit aan dat in Amsterdam er geen aparte categorie is voor minder valide award, maar dat wij gewoon sportvrouw, sportman, sportcoach, zeg maar, volledig inclusief hebben, al 25 jaar? Nou, is wel verhelderend. Het is in ieder geval anders dan alle andere gala's. En nou, dat typeert Amsterdam natuurlijk ook wel een beetje. Eigenwijs, of niet? Ja, eigenwijs, precies. Ja, ik maar denk positief dat... eigenwijs? Tuurlijk. Zeker. Oké, okay. Zijn jullie ook positief eigenwijs? 100%. Ja. Ja, heel erg. Is dat ook zeg maar de basis, die positieve eigenwijsheid, hoe Team Paraatletiek Amsterdam is ontstaan? Fleur? Ja, heel erg. Ja, wij hadden heel erg een eigen visie, best wel een sterke visie. Daarin waren wij het onderling wel eens. En ook met de coach. Maar ja, die visie lag niet op één lijn met de visie van de bond. Ja, en om dan je biezen te pakken, naar Amsterdam vertrekken en zelf iets nieuws te doen. Ja, dat is als, hoe oud waren wij? 22? Ja, zoiets. Dat is best wel eigenwijs, ja. Trek je dan, zeg maar, even in positieve zin, maar een grote broek aan door te zeggen, dag, tot ziens en Amsterdam, here we come? Ja, eigenlijk wel. Je neemt gewoon eigenlijk het hand op eigen jezus. Heft een eigen hand, ja. Inderdaad. En je kiest voor je eigen leven, je kiest voor je eigen idealen. En dat vind ik ook wel heel mooi en sterk, dat wij dat hebben gedaan. Ja. Zeg maar, een voorbeeldrol is wat ook een van de uitgangspunten van het model is, zeg maar. Waar komt dat het sterkste in naar voren, jullie voorbeeldrol? Is dat op de baan gewoon met jullie prestatie of ligt dat naast de baan? Ik denk dat binnen Team Paraatletiek vooral het rolt voort uit de topsport. Dus wij zijn topsporters, we winnen medailles. Maar met die medailles gaan we volgens wel aan de slag om ook mensen te activeren. Dus we inspireren, motiveren, maar we activeren ook. En dat stukje activatie, dat gebeurt... Nou, niet per se altijd op de baan. Dat kan ook buiten de baan, bij de prothesemaker, op prothesefestivals. Dat kan overal gebeuren. Oké, okay. Marlene, dat prothesefestival wat Fleur net zegt. Waar lag jullie rol daarbij? Ja, wij gingen vooral aan de gang met mensen met protheses en gewoon met ze bewegen. Gewoon een beetje leren met prothesen omgaan, laten zien wat er allemaal kan en waar de toekomst voor in kan liggen. En vooral heel veel plezier geven ook. Ja, oké. Okay. Leiden, Gouden Spike. Die won jij. Ja. Ik weet het niet 100% zeker, maar volgens mij was je de eerste minder valide sportster die de Gouden Spike won. Tweede. De tweede. Tweede. Oké, okay. Dus super uniek. Ja. Kwam die als een verrassing? Ja, eigenlijk wel. Ik had daar helemaal niet per se bij nagedacht. Ik was gewoon naar die wedstrijd gegaan. Er was een ongelooflijk gaaf deelnemersveld. Dus ik was al lang al blij dat ik zo erg verwelkomd werd. En ik dacht, ja, terecht ook. Want ik wil gewoon meespringen. Dat moet gewoon kunnen. En dat kon daar. Ja, en als je dan een wereldrecord springt, dan mag je de Gouden Spike winnen aan het eind van de dag. Dat was echt super bijzonder. Ik kreeg allerlei hints of ik al wegging of niet. En toen dacht ik, oh, dit is wel verdacht. Moet ik dit nou... Oh, dat zou best wel eens kunnen dat ik hem ga winnen. Je sprong als een, zeg maar, een minder valide sporter mee in een regulier valide veld. Ja. En dat mag niet bij het Nederlands kampioenschap. Nee, dat mag daar niet. Nee, het mag eigenlijk bij alle wedstrijden. Behalve bij de wedstrijden die door de Atletiek Unie georganiseerd worden. Oké. Okay. Marlene, hoe komt daar verandering in misschien binnenkort? Nou, ik hoop het wel. In principe op internationaal niveau is daar volgens mij al een verandering in. En ik hoop heel erg dat de Nederlandse bond dat ook gaat erin brengen. Ja. Dat wij gewoon lekker met NK's mee mogen doen, omdat wij dat vooral ook gewoon heel leuk vinden. En kunnen laten zien wat er allemaal kan met een prothese. En ik wil ook helemaal niet iemand in de weg zitten of zo. Ik wil gewoon lekker met z'n allen meedoen en lekker genieten van de wedstrijden. Ja, dat snap ik. Jullie coach, Guido Bonsen, die zei in het interview wat ik met hem had, hij zegt vanaf de kin naar beneden zijn het eigenlijk allemaal gewoon fysieke processen die allemaal trainbaar zijn en die wel zeg maar bekend zijn. Maar vanaf de kin en hierboven, zeg maar in het hoofd, is het lastiger. Zeg maar. Hoe gelijk heeft hij daarin? Ja, ik denk heel erg gelijk, weet je. Je lijf kun je dus wel trainen en je komt er best wel ver mee. Maar echt dat laatste stukje, hoe je bijvoorbeeld je spanning onder controle kan houden op het moment dat je achter die startlijn staat, dat moet met je hoofd. Fleur, is het zeg maar plausibel voor jou ook? Fysiek trainen is echt heel simpel.
daar zet je je gewoon overheen, je voert je werk uit, je zet je tanden erin en je gaat. Een mentaal trainen is echt wel een ander aspect. En inderdaad, zenuwen, maar ook je eigen rol, ga je daarin als favoriet? Wat vind je daar nou zelf van? Dat hadden wij natuurlijk allebei. Hoe gaan we daarmee om? Nou ja, wij kunnen daar samen een beetje over praten en uitkomen. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Want jullie zijn teamgenoten, maar jullie zijn ook elkaars grootste concurrenten. Hoe deden jullie dat in de... Hè, want jullie stonden samen in de finale van de 100 meter op de Paralympische Spelen in Tokio. Hoe doen jullie dat in de voorbereiding daarop? Laten jullie elkaar met rust? Zoeken jullie elkaar op? Of zijn jullie dan echt concurrenten dus wegwezen? Nee, concurrenten ben je pas op de baan. Ja, precies. Daaromheen moet je gewoon normaal doen. Oké, we geven elkaar gewoon lekker de ruimte die we willen. En we zoeken elkaar ook regelmatig op. En daar is best wel een goede balans in, denk ik. Ja. Dus in het dorp, zeg maar, geen probleem. Maar zodra je in de callroom bent, dan doet ieder voor zich. Ja, ieder doet gewoon zijn eigen ding. En daar hebben we het van tevoren wel over gehad. Van, hé, wat vind jij nou eigenlijk prettig op een wedstrijddag? Wat vind ik prettig? Dat moet je gewoon wel elk toernooi weer opnieuw bespreekbaar maken. Want elk toernooi is weer anders. We zijn zelf ook dan weer een jaartje ouder. Dus dat maken we wel altijd bespreekbaar. Want anders, je kan het niet ruiken van elkaar. Nee. Is er in een callroom is het soms, zeg maar, trash talk? Of even, is die er tussen jullie? Of is die er... Tussen ons en de rest. Ja, tussen jullie en de rest. Nee, okay. Wij staan natuurlijk eigenlijk toch wel een beetje... Kijk, in de callroom nog een beetje als een soort team. Weet je, ja. Wij kennen elkaar, wij weten alles. We hebben een hoop van elkaar. Dus wij kunnen wel met elkaar sterk staan. En de buitenwereld ziet ons ook een beetje... Wat dat betreft samen, want we trainen altijd samen. We zijn samen vaak op wedstrijden. Dus ja, het is toch een beetje zij tegen wij op dat moment. Voelt best wel stoer. Ja. Weet je, wij zijn de enigen die dat hebben daar. Dus dat is enorm in ons voordeel. En dat moeten we ook vooral in ons voordeel blijven gebruiken. En niet elkaar zodanig als concurrenten gaan zien dat we het tegen elkaar gaan doen. Want dan, er zijn nog 6 anderen waar we het tegenop moeten nemen. Ja, precies. Je had het net over wedstrijdspanning, Marlene. Zat er verschil voor jou tussen de 100 meter en de 200 meter in Tokio qua wedstrijdspanning? Zeker, echt heel veel verschil zit daarin voor mij. Sowieso, mijn 200 meter is voor mij heel anders dan 100. Voor mij is 100 echt mijn onderdeel en 200 meter is een soort van... Dat ben ik op zich wel vrij goed in, maar het ligt me eigenlijk niet echt. Dus voor mij was 200 echt anders. Maar ik voelde me op de Spelen ook heel anders voor die 200. Op die 200 voelde ik me echt alsof ik de hele wereld aankon. En echt daar, echt, je kon me niet klein krijgen. En op de 100 was ik al wel toch een beetje moe. En dat merkte ik toch wel. Dus dat vond ik best wel wat spannender. Oké. En wie waren jouw grootste concurrenten bij het verspringen? Los van jezelf, want misschien ben je zelf wel je grootste concurrent. Een Française. Absoluut. Zij was de enige die ook over 6 meter had gesprongen. Wij hadden een nagenoeg gelijk PR, die wedstrijd ingaande. En ik had haar al 1,5 jaar niet gezien. Dus ik had ook verder geen idee hoe zij erin stond, wat zij zou kunnen. Ik wist alleen wat ik kon. En ik dacht, dan is dit dus het moment. Ja, en dat kwam. Dat kwam gelukkig wel. Ja, gelijk in de eerste sprong. Dus de wedstrijd stond wel gelijk onder druk. Daar heb ik wel de wedstrijd mee gemaakt, denk ik. Dat is wel heel prettig. Ja. Hebben jullie alle festiviteiten na afloop, zeg maar? Hebben jullie die inmiddels afgerond? Bijna. Ja, Nagala's natuurlijk nog, maar dat is het laatste, denk ik. Ik probeer nu het meeste toch een beetje rustig te houden. En wel nog een aantal dingen die te maken hebben met de inspiratie die ik kan geven, maar niet meer echt festiviteiten. Nee, oké. Dus die zijn echt, zeg maar, na het Sportgala van Amsterdam op maandag 13 december en na het NOC-NSF Sportgala een week later, dan is het echt rust en voorbereiden naar Parijs. Ja, zeker. Oké. Laatste dingetje. Fleur, noem jij de sterke punten eens op van Marlene? Marlene heeft een ijzeren mind op sommige momenten. Niet altijd, maar dat moet ook niet. Maar als ze die heeft, dan, wat zij al zei, dan maakt het niet uit wat er om zich heen gebeurt. Dan weet ze zo goed wat haar taak is, dan gaat ze gewoon. Okay. En dan weet je ook, ik wist nog voor de 100 meter begon dat ze ging winnen. Ik zag het gebeuren en ik dacht, ja... Daar ga je. Ze gaat hem winnen. Okay. Ja, ze rende weg van jou. Ja, dat klopt. En ik wist dat ik op dat moment niet in staat was om te gaan winnen. Nee. Dat lukte fysiek niet. Dus ik dacht, als mij dan niet gaat lukken, dan ga ik zorgen dat Marlene lukt. Marlene, wat zijn de sterke punten van Fleur? Goede vraag. Nou, enerzijds het talent dat zij heeft voor springen is echt bizar. Met 2-bleed springen is echt heel ingewikkeld. En hoe zij dat doet, ik begrijp er helemaal niks van. Echt de wereld ook niet, heb ik het idee. Maar ja, weet je, top. Het is gewoon een slimme meid en ze heeft de zaken goed op orde. En dat is denk ik heel belangrijk. Oké. Okay. Waar kan Fleur nog in verbeteren? Um,
Nou, ze is de laatste jaren best wel sterk geworden. Dus ik denk niet dat ze daar nog heel veel fysiek sterk geworden. Ik denk niet dat ze daar nog heel veel echt extra aan hoeft te doen. Ja, ik denk soms ook gewoon voor zichzelf nee durven te zeggen tegen mensen. En laat me even met rust. Laat me even maar mijn ding doen. Gewoon af. Het is allemaal heel leuk om te doen, maar soms moet je ook gewoon even, moet iedereen gewoon even weggaan. En, leren nee zeggen. Ja, okay. Leren nee zeggen. Ik denk dat dat belangrijk is. En jou dezelfde vraag natuurlijk. Fleur, waar kan Marlène nog in verbeteren? Nou, hoe goed ze ook soms weet wat ze wil. Te eigenwijs. Is af en toe ook niet goed. Dus hou je oren wijd open. Hou je oren wijd open.